Vorige week reisde Jong PSV in het kader van de Premier League International Cup voor de laatste keer dit seizoen af naar Engeland. Voor de mannen van Pascal Jansen een mooi moment om zich te meten met de leeftijdsgenoten uit de Europese topcompetities. Voor ons een mooie gelegenheid om wat bij te praten. En dus zochten we een mooi plekje uit in het Hilton Kingston upon Thames en spraken uitgebreid met linksback Jurrich Carolina. Nou Jurrich, voordat we het over voetbal gaan hebben, wil ik het eigenlijk eerst even hebben over de mens Jurrich Carolina. Kun je eens vertellen wat jou bezighoudt buiten het voetbal? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik hou, ja, als ik thuis ben dan een beetje gamen op de PlayStation, anders film kijken en anders gewoon lekker slapen. Ja, geen spannende hobby's die de PSV-tv-kijker moet weten. Nee, niet echt. Nu nog niet in ieder geval. Je focust je echt volledig op je carrière. Ja, ja. De PSV-carrière van Jurrich Carolina begon in mei 2015. De verdediger kwam over van AZ en zette zijn krabbel onder zijn eerste PSV-contract. Ik ben Jurrich Carolina. Ik ben nu 16 jaar. En ik ben linkercentrale verdediger. Maar ik kan ook wel linksback spelen. In hoeverre ben je nog steeds een linkercentrale verdediger die linksback kan spelen? Want volgens mij is het een beetje veranderd. Ja, het is een beetje veranderd. Ja, ik ben nu origineel zeg maar linksback geworden. Ja. En het gaat nu wel goed. Ja, hoe is dat voor jou om linksback te spelen? Ja, in het begin was wel even wennen. Want je had natuurlijk, ik ben natuurlijk linkscentraal gewend. En dan kan je eens een beetje zeg maar alle kanten op. Dan kan je naar links en naar rechts. En nu linksback, als je een open draait, dan. Ja, dan heb je die zijlijn naast je. Dus dat is wel weer even wennen. Ja, hoe is het zo gekomen dat je linksback staat nu? Is dat iets wat je van tevoren wist toen je naar PSV kwam? Is dat zo ontstaan? Hoe loopt zoiets? Dus naarmate het seizoen is dat vanzelf gekomen, zeg maar. Op zich vind ik het niet zo heel erg, want ik heb de kwaliteiten wel. Ik ben snel, wendbaar en heb veel loopvermogen. Dus op zich zijn dat wel drie van de grote ingrediënten die je nodig hebt. Als je linksback wilt worden, zeg maar. Wat vraagt het verder van je? Want de linksback van tegenwoordig, of sowieso de back, is een hele belangrijke positie hè, in het moderne voetbal. Je moet kunnen aanvallen, verdedigen, je moet middenvelder zijn. Ja. Je zegt net al, ik ben snel, ik heb loopvermogen. Maar wat zijn nou dingen waar dat beter in kan? Want je moet ook in één keer een voorzet geven als je voorin komt. Ja, klopt. Het heeft allemaal met timing te maken, inderdaad. Als je bijvoorbeeld snel komt aanrennen, dan kan je niet bijvoorbeeld in één keer afkappen of dergelijke doen. Maar inderdaad, voorzet is wel sowieso essentieel. Kan je natuurlijk, als je bijvoorbeeld naar Jetro kijkt, die gaf vorig seizoen een aantal belangrijke voorzetten. Veel assists. Ja, als dat een van je kwaliteiten is, dan is dat altijd mooi meegenomen, toch? Ben je ook altijd verdediger geweest? Nee, vroeger ben ik ook middenvelder geweest. En ik heb zelfs, toen ik begon met voetbal, heb ik zelfs op doel gestaan. Dus Nou, dat vind ik interessant om te weten. Hoe komt dat zo, dat je ging keepen? Ik weet niet. Dat was gewoon het eerste wat in me opkwam. Ik trok die handschoen aan en het ging allemaal een beetje al vanzelf. En wanneer kwam het moment dat jij dacht, of dat de trainer dacht van, nou Jurrich, handschoenen uit en we gaan jou lekker in het veld neerzetten? Ja, als ze al zagen dat ik de doelpunten maakte, dan was het niet zo goed, hè? Na een kortstondige carrière als doelman kwam Carolina via onder meer Fortuna en dus AZ bij PSV terecht. Hij speelde zijn wedstrijden tot dusverre voor onder 19 en Jong PSV. Nu werkt hij hard om die volgende stap te zetten. Ik zie het meer zoals als ik zeg maar iedere dag hard werk, dan komt het wel vanzelf, zeg maar. En het liefst wil ik gewoon, zeg maar, als ik een stap naar het eerste maak, dan wil ik bijvoorbeeld, als ik daar kom, dan wil ik daar ook zeg maar blijven. Dus niet dat ik mag meetrainen, bijvoorbeeld één of twee keer mag meetrainen en dan weer terug ga naar Jong. Maar dat ik gewoon, als ik daar kom, dat ik dan ook daar mag blijven.